goedemiddag vanaf de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost. De tweede dag van het WK schaatsen voor studenten. Dit keer een nieuwe commentator naast mij. Dat is Tijmen Snel. Goeiedag Tijmen. Ja, goeiedag. Goeiedag. Jij bent wel bekend in dit circuit. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik schaats zelf ook veel, ja. Ja, en niet de minste. Nee, ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Ja, je zegt het vrij bescheiden, maar heel even kort jou introduceren. Je schaatst bij de talentenploeg van Jumbo-Visma. Klopt, ja. Eigenlijk had je hier ook voor ingeschreven. In eerste instantie wel, ja. Maar dat was in het begin van het seizoen. En toen het seizoen helemaal vorderde, toen zag ik niet helemaal meer zitten. Dus uiteindelijk niet meer doorgegaan. Omdat het zo'n lang seizoen is dan? Ja, je raakt toch een beetje opgebrand in de loop van het seizoen. En dan wil je toch ook weer die rustperiode in, zeg maar. Ja. Dus dan toch niet meedoen. Dan maar gezellig hier als co-commentator bij deze livestream van NH Sport. Te volgen op Facebook van NH Sport en de site van NH Sport. We zijn er vandaag de hele dag bij. We hebben eerst de 1500 meter zometeen voor de vrouwen. We trappen af met Tilda Sofia Oras uit Finland. En uiteraard zijn de Nederlandse dames ook actief. Die zien we straks in de laatste ritten. Dus even kijken, dat is rit 8, 9 en 10. Dan krijgen we daarna de 1500 voor de mannen. En vanavond, wat is een extra lange dag deze woensdag, hebben we ook de 5 kilometer voor de dames en de 10 kilometer voor de heren. Dat gaat tot de late uurtjes door vandaag, Tijmen. Ik zei het al, talentenploeg van Jumbo-Visma. De mooiste prestatie, je bent pas 22, dus je staat nog aan het begin van je carrière. Maar wat is je mooiste prestatie tot nu toe? Dat is een goede vraag. Ik heb als junior meegedaan aan het WK Junioren. Dat was echt een supermooie ervaring. Individueel niet zeer veel gepresteerd daar. Maar zijn nog wel wereldkampioen geworden met de teamsprint. Dus mm-hmm. Ja, dat was leuk. En verder, ik ben bij het NK Junioren tweede geweest. Bij het allround klassement. En verder bij de senioren heb ik mijn beste klassering dit jaar gehaald. Vijfde plek op het NK Sprint. Oké, okay. Dus dat is niet verkeerd. Nee, precies. Ja. Ja. Wat is jouw grote doel? Waar droom je van? Ja, dat is denk ik net als iedere schaatser die begint. Dat zijn de Olympische Spelen. Daar draait het om. En daar wil je uiteindelijk komen te staan natuurlijk. Ja, eens even kijken. Dat is over 2 jaar. Ja, precies. Dus er is nog wat werk aan de winkel. Maar het is niet onmogelijk, denk ik. Nee. En 1500 meter, dat is de afstand die zometeen gaat plaatsvinden. Waarbij je co-commentaar geeft. Ja. Dat is ook een beetje jouw favoriete dat afstand. Dat is inderdaad wel mijn favoriete afstand eigenlijk. Ik vind het... Ja, het is gewoon de... Hoe zeg je dat? De koningsafstand van het schaatsen. Maar waarom is dat de koningsafstand? Ja, het brengt het sprinten en het allrounden samen, zeg maar. Dat is... Je moet snel genoeg zijn, maar je moet ook genoeg uithoudingsvermogen hebben. En je ziet zeg maar hier op deze afstand de 5 kilometer rijders samenkomen met 500.000 rijders. En het is sterven en het is tot het laatste moment doorgaan. Oké, okay. Nou, dan mag je zo meteen alles gaan vertellen. Volgens mij zijn de dames nog met de warming-up bezig. Officieel begint het om 10:50, dus dat zou met 2 minuten het geval zijn. En dan trappen we dus af met Tilda Zo. Sofia uit Oras. Ja, soms zitten er lastige namen tussen. Hebben we gisteren ook gemerkt. Maar goed, samen komen we er zeker wel uit. Even kijken naar... ik wil trouwens eerst even over de omstandigheden hebben. Want gisteren viel het met bakken uit de lucht. Ik dacht, toch best wel een laagje water op het ijs. Dat is vandaag wel heel anders. Is dit fijn? 13 graden, zonnetje erbij? Ja, persoonlijk vind ik het altijd wel lekker als het een beetje warm is. Want die kou, dat slaat toch op je spieren. Dat is niet prettig, zeg maar. Nee. Dus met 13 graden, dat is genieten. Dat maak je niet vaak mee als je buiten gaat. Nee, maar dit zijn een beetje de lentese omstandigheden. Ja, kun je wel zeggen. Maar is het ijs dan niet een beetje zacht? Ja, zeker met die zon erop. Dan begint het ijs toch een beetje te smelten. Dat kan wel wat nadelige gevolgen hebben voor de tijden. Dat mag de pret niet drukken, denk ik. Nee, dat mag de pret zeker niet drukken. Nog steeds in afwachting dus van de start van de 1500 meter voor de dames hier op het WK schaatsen voor studenten in Amsterdam-Oost op de Jaap Edebaan. Dat is toch wel een hele mooie baan. Dat is trouwens de oudste kunstijsbaan van de wereld, heb ik me laten vertellen. Ja, zoiets heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Dus uit 1961 komt hij volgens mij. Natuurlijk vernoemd naar de legendarische Jaap Eden. Die leefde in eind 18e eeuw, begin 19e eeuw. Even wat historische informatie. Volgens mij
gaan we daar naar de stad van Oras. Die staat daar volgens mij bijna klaar. Ja. Je kijkt dus naar een livestream van Enna Sport op Facebook en op de site. Ken jij deze dame, deze Finse dame? Ik heb er persoonlijk nog nooit van gehoord, nee. Maar ja, dus, er zitten wel wat namen tussen die me bekend voorkomen. Mm-hmm. Deze heb ik nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet hoe oud ze is en 20 jaar is ze. Student uit Finland uiteraard. Beste seizoenstijd is 2:17:41. Kijken naar haar, wat valt je op? Het ding van de 1500 is, je moet dus wel hard genoeg beginnen, maar ook niet volle bak. Dus dat is een lastig om die balans daarin te vinden. Ik ben benieuwd hoe dat bij haar uit gaat pakken. Ja, we zien op dit moment nog geen tijden, dus dat is lastig te zeggen van hoe haar opening is. Dat hadden we gisteren wel. Ik neem aan dat dat zo meteen wel weer terugkomt. Dan is het wat makkelijker commentaar geven en dan hebben we een betere inzicht hoe ze bezig is. Techniek? Je kan hier zien dat het is een beetje stappen in de bochten. Dus dat is niet ideaal. Maar het is lastig zo te zeggen. Maar je ziet nu al wel dat ze redelijk kapot zit. Want ze schaatsen in het begin wel beter. Je ziet vooral dan dat ze in de kniehoek wat omhoog komen. Mm-hmm. En die moet je ze zit niet heel laag. Hè? Als je dan die 90 graden, daar moet je toch wel een beetje naartoe. Ja, hè? Ja, je moet echt in die afzet laag zitten om veel snelheid te kunnen maken. En zeker op zo'n 1500 moet je dat gewoon vasthouden. Ja, maar als we kijken naar haar beste seizoenstijd, 2:17:41. Dat is wel een verschil met de andere tijden van de andere deelnemers die zo meteen eraan komen. We kregen net trouwens in ons oortje te horen dat de tijden van de jury er nog niet zijn. Maar als die er zijn, dan verschijnen ze straks ook in beeld en kunnen wij ze dus ook vertellen. Dus dat is Tilda Sofia Oras uit Finland, bezig nu aan de laatste ronde. Kan ik tussendoor nog even vertellen dat wij van Enna Sport ook veel deelnemers en vooral de Nederlandse deelnemers hebben gesproken. Die interviews kan je allemaal terugvinden op de site en sociale kanalen van Enna Sport. Ja, ze heeft het zwaar. Ja, dat zie je nu duidelijk. Je ziet het gezicht vertrekken. En ja, dit is wat ik dus bedoel met het is strijden tot het einde. En ja, je noemde net al een soort van je sterft eigenlijk wel bij deze afstand. Ja, klopt. Ja, het is echt, je voelt eigenlijk, zeg maar, na een metertje of 500, 600, dan beginnen de benen al goed vol te lopen, beginnen je longen te branden. Mm-hmm. Ja, en dan moet je nog ruim 2 rondjes. En dat is gewoon overleven en diep blijven zitten vooral. Maar wat is daar het leuke aan? Waar geniet je dan van? Ja, kijk, ik weet niet of het tijdens nou echt zo geniet is. Zo de finish zien van Oras. Ja. Weet er niet wat de tijd is, maar... Nee. Oh, 2:35. 2:35, ja. Noteren we die. 2:35:09 voor Oras. Dat is ook ruim boven haar beste seizoenstijd. Ja. En jij zei al van ze was behoorlijk stuk. En dat is ook wel te zien aan de tijd. Maar het zijn natuurlijk ook wel zware omstandigheden. Ja, er staat hier een flink windje. En op zo'n buitenbaan hakt dat er toch wel in. Ja. Ga nog even verder met wat het voor jou zo mooi maakt. Ja, dat helemaal kapot gaan. Het is natuurlijk de vraag, is het tijdens echt zo leuk? Maar na afloop, het is lastig te beschrijven. Ik snap dat mensen het misschien moeilijk vinden om te begrijpen wat er zo leuk is aan zo'n sterven. Maar kijk, als je over de tijd komt over de finish komt en je ziet daar een tijd staan op het bord waar je toch wel blij mee kan zijn, dan is alle pijn vergeten, zeg maar. Dan is alle pijn vergeten. Inmiddels is de tweede rit gestart. We hadden een oneven aantal, omdat daardoor moest Oras alleen rijden net. Nu hebben we een tweetal. Kesnennen uit Finland en Katarina Tien uit Oostenrijk. Ja. Je bent in ieder geval wat betere seizoenstijden. Met een 2:09:54 voor Annie Kesnennen. Een 2:13:94 voor Katarina Tien. Ja. Nou, je ziet wel dat de Fins een kleine voorsprong neemt. Dat is ook volgens mij, dat klopt ook wel met de seizoenstijden. Mm-hmm. Maar dan is de vraag, is zij misschien meer sprinter en die ander wat meer allround? Dan gaan we toch een mooie strijd zien richting de finish. Maar dat is nog lastig te zeggen nu. Ja, ik zit even te kijken naar de persoonlijke record op de 500 meter, maar Tien heeft een betere 500 meter dan Kesnennen. Oké. Okay. Ja, dat is toch wel apart dat hij dan het voortouw neemt hier
bij de nu 700 meter doorkomst, geloof ik. Want jij zou zeggen, de betere sprinters, die gaan vaak ook sneller weg. Ja, het ding is een beetje, als je kijkt naar de toppers, dat de mannen die vanaf de 500 en 1000 komen, die klappen er echt vol in en die proberen hun eerste twee rondjes zo snel mogelijk te rijden. Mm-hmm. En hier een lastige kruising. Ja, ik zag het, ja. En dan vervolgens de laatste ronde het verval te beperken. Terwijl de mannen die vanaf de mannen of vrouwen die vanaf de 3 en 5 kilometer komen richting de 1500, die proberen vooral het verval heel erg laag te houden. En daarmee een soort van dezelfde rondjes te rijden. Dus dat is de strijd die je altijd ziet op de 1500. Ja, wat is jouw voorkeur? Ja, ik persoonlijk kom ik meer van de 500 en de 1000 kant. Dus ja, ik probeer er ook vol in te klappen en het verval te beperken, zeg maar, in die laatste ronde. Maar dat wil niet altijd even goed lukken. En is het dan ook eigenlijk dat sprinters het soms wel gewoon veel zwaarder hebben, omdat ze dan echt kapot gaan, omdat ze in het begin heel veel geven? Ik heb het natuurlijk maar vanaf één kant meegemaakt, dus ik weet het niet precies. Maar die zie je meestal wel in die laatste ronde. Kijk, je ziet hier de Oostenrijkse, die heeft het nu ook moeilijk op het laatste rechte stuk. Het zou kunnen dat sprinters het daardoor wat lastiger hebben, maar ik heb ook genoeg allrounders gezien die na afloop toch echt wel over de boarding hangen van vermoeidheid. Ja, dat geloof ik, ja. Inderdaad, de wedstrijd, deze rit is gewonnen door Kesnennen. En je zei het goed inderdaad, volgens mij was Tien redelijk kapot, want die had de handen op de knieën voordat ze over de finish kwam. We weten dus niet de tijden, wellicht zien we zo meteen het scorebord nog in beeld. Ja, ik zag geloof ik 2:23 net voorbij komen van de snelste tijd. Van Kesnennen? 2:23:24 en 2:24:04, okay. Geloof ik. Oké, geef ze nog één keer, want dan noteren we, dan kunnen ze meteen nog een keer herhalen. 2:23. 2:23:24. En voor Kesnennen. Ja, en 2:24:04 is dat, denk ik. 04 voor Katarina Tien uit Oostenrijk dus. We hebben pas drie schaatsers gehad, maar Annie Kesnennen uit Finland, die staat dus nu bovenaan met 2:23:24. Dat is allemaal nog niet heel erg snel, terwijl we weer bezig zijn aan de volgende rit. Dat is Tuuli Vaher uit Estland tegen Ann-Marie Lindqvist uit Zweden. Nou, die hebben niet geweldige seizoenstijden gereden. Ik heb niet het idee dat het heel veel sneller gaat. Nee, we moeten het afwachten. We kunnen natuurlijk boven zichzelf uitstijgen. Ja. En laten we het voor ze hopen. Zeker. Eerste indruk van deze dames als je zo kijkt? Laat ik even kijken. Die achterste... Lindqvist. Ja, de Zweedse zie je toch wel iets meer recht overeind zitten met het bovenlichaam dan de Essen. Dat is toch wat nadeliger. Hoe zie jij dat als ik het vragen mag? Want ik zie ze gewoon ongeveer gelijk eigenlijk. Ja, dat snap ik. Dat is lastig. Maar kijk, waar zie je dat aan dan? Ja, het bovenlichaam die staat toch wat rechter omhoog. En bij die Essen ligt dat wat platter. Maar dat gaat nog maar een paar graden. Ja, dat scheelt niet veel, maar dat kan het verschil maken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je vangt daardoor toch wel meer wind. En zeker op zo'n buitenbaan is dat niet echt fijn meegenomen. Nee, want er staat, kijken die naar de bomen en naar de vlaggen, er staat toch best wel iets wind. Ja, zeker. En die wind hebben ze, als ze nu op dit rechte stuk zo komen, die de bocht omgaan. Ja, nu dan krijgen ze hem mee. Dan krijgen ze hem inderdaad in de rug. Dus dan zou je ergens zeggen, dan moet je wat groter maken. Dan heb je nog meer wind in de rug. Ja. Daar wilde ik eigenlijk even naar kijken, naar het baanrecord van Jaap Edebaan. Die staat hier al een tijdje uit 2013. 2:06:69. Nou, daar komen we voorlopig nog bij lange na niet aan. Er zit nog een kleine 20 seconden tussen. Maar we hebben straks nog wel de snelle Nederlandse dames. Terwijl deze twee bezig zijn aan hun laatste halve ronde. Ja. Het is nog even spannend wie je van die twee gaat winnen. Zeker als Lindqvist nu in de binnenbaan komt. En zit ja, nog, dat wordt nog een mooie strijd, denk ik. Ja. Maar het baanrecord, dat zou er nog wel eens aan kunnen gaan vandaag, hoor. Dat zit er misschien wel in. Ja, maar dan moet in ieder geval nog een stuk naar beneden qua tijd. Maar wellicht dat deze dames het alweer wat beter doen dan de voorgaande drie. De overwinning gaat in ieder geval naar Vaher uit Estland. Even kijken welke tijd zij klokt. Ja, we hebben helaas nog geen score. Om een of andere technische reden is dat nog niet te zien voor de kijkers en ook dus niet voor ons. We kunnen wel naar het scorebord kijken. Dat is 2:23:76. Nou, dat is niet de snelste tijd. 2:23:76. En die is dan voor Vaher. En dan zit ze nog net boven de tijd van Annie Kesnennen uit Finland uit de vorige rit. Die was net een paar tiende sneller. Gaan we weer naar rit 4, Tijmen. Je hoort trouwens Tijmen snel.
Ja. Een talentvolle schaatser van Jumbo Visma. Zeker. Wilde eigenlijk hier ook toch wel een soort van aan de stad staan. Maar hij heeft zich toch een klein beetje bedacht. Dat is een lang seizoen. Ja, precies. Ja, dus vandaar co-commentator. We gaan naar de rit tussen twee Amerikaanse dames. Schaube en Turpening. Die zo te zien, we hebben hier geen snelste seizoenstijden. Ja, die zullen dan geen 1500 hebben gereden dit jaar. Of dat is onbekend, dat kan ook natuurlijk. Die heb ik hier wel. Van Schaube, die is 2.12.69. En Turpening is 2.13.28. Oké. Okay. Ik zie wel dat die beste tijden van Schaube is gereden op Calgary. Dus ik verwacht niet dat ze daar heel snel aan zou komen. Want dat is een hooglandbaan. En dat, dat gaat toch een stukje rapper dan hier. Zo. Ja, en dan, waar praat je dan? Wat is het verschil? Als je kijkt naar bijvoorbeeld het wereldrecord is 1.40.1. Als je kijkt wat Kjeld Nuis in Heerenveen rijdt, dat is 1.43.0. Dus dat scheelt al bijna 3 seconden. Mm-hmm. En dan te bedenken dat deze baan natuurlijk buiten ligt. En dat is toch een stuk zwaarder dan in Heerenveen rijden. Dus ja, je moet wel flink verschil incalculeren. Ja. Dus het blijft allemaal ruim boven de 2 minuten. Ja, dat ga ik wel vanuit. Ja. Aan het schaatsen dus nu de twee Amerikaanse dames, Schaube en Turpening. Sydney Turpening en Ilsa Schaube. Twee jonge studenten uit de USA. En we hebben dus nog steeds geen tijden. Dus het is een beetje gokken hoe ze bezig zijn. Ja, we kunnen af en toe even naar het scorebord kijken wat de tussentijden zijn. Maar... Ja, jij kan net vanuit je ooghoek het scorebord ongeveer zien. Ja, precies. Dat is even afwachten hoe ze hier doorkomen. Laatste ronde voor beide dames. Ja, ze zitten op een doorkomst van 1.46.0 en 1.46.5. Dus die eindtijden gaan richting de 2.20 wel, denk ik. Ja. Ze liggen in ieder geval dicht bij elkaar. Schaube en Turpening. Laatste rechte stuk voor beide dames. Ja, je zo ziet... te zien, die heeft het ook behoorlijk zwaar. Die is flink aan het stoempen, zoals wij dat dan zeggen. Stoempen? Ja. Dat, dan ziet het er allemaal niet meer zo mooi uit. Dan moet het op wilskracht. En kom je er uiteindelijk ook wel. Daarom op wilskracht winst ook deze rit in de tijd van? 2.26.22. 2.26, ja, dat is ook geen snelste tijd. En die is voor, want het was lastig te zien in twee dezelfde pakken. Dat is voor de binnenbaan, dus dat was Schaube. Was Schaube. Schaube 2.26. Daarmee komt ze dus nog niet bovenaan. Zeker niet bovenaan, want daar staat Annie Kesnenen uit Finland in de tweede rit. Zij schaatst een tijd van 2.23.24. Gaan we door naar de vijfde rit zometeen. Dat is een Poolse, Olga Kaczmarzyk, tegen de Oostenrijkse Victoria Schinerol. En die hebben wel een stuk snellere seizoenstijden en PR's. Ja, daar zit wel een behoorlijk verschil tussen. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat we hier wel wat meer van kunnen verwachten. Misschien dat we dat ook kunnen zien in de techniek van de dames. Dat die toch wat geraffineerder is dan wat hiervoor is laten zien. Mm-hmm. Zie je er eigenlijk ook vaak verschillende technieken bij ook verschillende nationaliteiten? Dat is eigenlijk wel interessant. Als je kijkt bij de top, dan zie je toch dat de Russen vaak toch wel andere techniek hebben dan wat de Nederlanders hanteren. Maar ze rijden er allebei hard mee. Dus ieder heeft zo zijn eigen filosofie, maar uiteindelijk rijden ze allemaal hard mee, zeg maar. Ja, en hoe zou je dan de techniek van de Russen omschrijven ten opzichte van de techniek van de Nederlanders? Wat je vaak ziet is dat de Russen toch wel wat tragere statische slag hebben. Zeker zo'n Yuskov bijvoorbeeld op de 1500. Terwijl de Nederlandse mannen als Kjeld Nuis en Thomas Kroll, die hebben toch wat meer, wat meer de schwung erin, zeg maar. Dus wat meer op ritme en... Je ziet toch dat beide blijkbaar werken. Dus dat is op zich wel interessant. Ja. Ik kijk even naar deze rit. Ik zie er mee. Ja. Ja. Er is er eentje afgehaakt. Die is niet bij de stad verschenen. Zo te zien is dit de Poolse. Gok ik.
Ja, toch een beetje. Ook. Ja. Kaczmarek. Ja. Kaczmarek, Olga Kaczmarek. Ja. Die heeft dus een beste seizoenstijd van 2:05:07. Is een studente dus uit Polen, studeert lichamelijke opvoeding. Interessante studie, heb ik ooit ook gedaan. Oké. Okay. Ja. Ja, lichamelijke opvoeding. En wat gesproken natuurlijk over die studies, Tijmen. Jij studeert ook nog. Ik studeer ook werktuigbouwkunde in Delft. En je woont in Heerenveen, je komt uit Leiden. Ja, dus, en je schaats dan nog tussen de 12 en 20 uur, vertelde je me net. Ja. Kom je dan nog aan studeren toe? Ik heb dit jaar gelukkig wat rustig, omdat ik nu mijn bachelor aan het afronden ben. Laatste ronde trouwens voor Kaczmarek. Dus dat ging dit jaar prima, maar daarvoor was het af en toe wel eventjes aanpoten, ja. Ja. Wij hebben het over Kaczmarek, maar volgens mij is het Chinerol. Tenminste, ik zag net op het scorebord, zag ik dat... de naam staat er wel bij, maar die... Ze heeft een witte armband, ja, dus dat is de binnenbaan. Ja, klopt, ja. Kaczmarek. Maar, qua combinatie? Dat is wel lastig geweest. Maar ik woonde hiervoor, dus ik ben pas sinds 1 jaar verhuisd naar Heerenveen. Dus daarvoor woonde ik in Leiden. Dat is wel een stuk beter te doen met studeren in Delft. Mm-hmm. Maar als het goed is, ga ik in april mijn bachelor dus afronden. En dan heb ik de combinatie niet meer, zeg maar. Dus dan heb ik wat genoeg tijd voor het schaatsen. Kijk, 2:18:74, dat is de snelste tijd tot nu voor Kaczmarek. Ja, dat heeft ze dan toch wel een stuk sneller gedaan dan de vorige ritten. Ja, wat was het, 2:18? Even kijken hoor. Staat er, ja 2:18:74, ja. We worden op onze wenken bediend. Ja. Het is een beetje zo uitvogelen van wat de tijden nou zijn zonder de scores. Ja. We gaan door naar rit 6. En wat we al eerder zeiden, zo meteen komen de Nederlandse dames... ook aan bod met Sterre Jonkers en Paulien Verha, Isabelle van Elst en Sanne in het Hof. Het zijn gezien de tijden ook wel een beetje de favorieten voor de zegen van de 1500 meter. Ja. Inmiddels zijn vertrokken Jekaterina Kosjeleva uit Rusland en Vera Guntert uit Zwitserland. En dat is wel een mooi verhaal. Ja, dat is de vriendin van Thomas Kool. Ja. Dus die kan leren van de beste, zou ik maar zeggen. Dat wordt een interessante rit. Die ken je natuurlijk ook goed, Thomas Krom. Ja, daar train ik wel vaak mee. Ja. Dus staan we vaak mee op het ijs samen. En werken onze trainingsrondjes af. Hij staat hier ook op de kruising trouwens te coachen. Ja, hij is een soort van coach nu van de Zwitserse studenten. Ja, dus dat is hartstikke leuk, denk ik zo. Zeker, als je zulke bekende gezichten hier inderdaad rondom de baan hier in Amsterdam-Oosten hebt. De Jaap Edebaan dus. Het WK schaatsen voor studenten. En we zijn beland aan de 1500 meter voor de dames. Rit 6. Kosjeleva, de Russische, tegen Vera Guntert, de vriendin van Thomas Kroll. En zij komt uit Zwitserland. Dus even kijken, hoe gaat het met deze twee dames? Nou, de Russische die is als een raket van start gegaan. Ik zag volgens mij in tussentijd, die was zo'n 2 seconden sneller dan de vorige rit. Dus die gaat er wel voor. Die heeft ook een stuk sneller PR staan volgens mij. 2:03. Dus daar kunnen we wel wat meer van verwachten. Ja, die is inderdaad wat sneller dan de snelste seizoenstijd van Vera Guntert. Die ligt 5 seconden hoger, 2:08. Precies. Ik zag net ook de Russische met 2 armen op de rug rijden. Dat is toch ook nog altijd een dingetje op de 1500. Je ziet tegenwoordig steeds vaker gebeuren dat mensen met 2 armen op de rug rijden. Hoewel ze hier nu allebei losgooit op de kruising richting de laatste bocht. Ja, maar waarom zeg je dat is een dingetje? Waar zit de afweging in? Kijk, vroeger zag je eigenlijk iedereen met 1 arm losrijden. Mm-hmm. Maar steeds vaker zie je mensen met 2 armen op de rug rijden. Om toch, het is aerodynamischer in principe. Omdat je niet met die arm door de lucht heen zwaait. Ja. En als je gewoon genoeg snelheid kan ontwikkelen met 2 armen op je rug. Dan is het dus in principe voordeliger. Ja, zij komt binnen. Kosjeleva in de tijd van? 2:14:04. Dat is wel de snelste tijd. Ja. Zeker geen persoonlijk record of een beste seizoenstijd voor haar. 2:14:04. Ja. 2:14:04. Daar zit ze ruim 4 seconden onder de tijd van Olga Kaczmarek. De rit van hiervoor de Poolse, die trouwens wel alleen moest doen, maar die had geen tegenstand. Dat lijkt me niet altijd makkelijk. Je kan je nergens aan optrekken. Nee, dat scheelt wel hoor. Dat is toch mentaal een stuk lastiger. Dat geloof ik, ja. We gaan naar rit 7. En dat is de Amerikaanse Anna Quinn. Aan de binnenkant van de baan staat zij. En ze neemt het op tegen Britse.
Ja. Elia Smeding. Er komen niet zoveel schaatsers. Nee, aan de andere kant van het kanaal vandaan. Deze woont daar volgens mij. Die woont volgens mij ook in Heerenveen. Dus, Je komt er wel eens tegen? Ze schaats mijn ploeg. Die traint op Leeuwarden volgens mij. Dus wij trainen altijd op Heerenveen. Dus zo vaak niet. Maar ja, wat dat betreft, degene die uit Groot-Brittannië komen en lange baan schaatsen, die doen dat volgens mij voornamelijk in Nederland. Want voor zover ik weet zijn er geen lange baan, 400 meter ijsbanen in Groot-Brittannië. Nee, die zijn er zeker niet. Als we kijken ook naar persoonlijke records en beste seizoenstijden, heeft ze er een aantal, onder andere de beste seizoenstijd van de 1500 meter dit jaar, dus logisch. Die heeft ze in de Heerenveen geschaatst, 2:02:52. Ja, nou, dat is helemaal geen onaardige tijd. Dat is best rap. Ja. Zo verkruist hier ook de Amerikaanse. Dus je ziet wel dat ze flink voor ligt. Hoe kan het eigenlijk dat daar niet zo heel veel, of in ieder geval dat daar niet veel topsporters op het gebied van schaatsen vandaan komen? Ja, dat is toch iets wat in de cultuur zit, denk ik. Maar hoewel volgens mij het schaatsen zelf ooit is begonnen in Groot-Brittannië. Dus in ieder geval daar is heel vroeger in de eind jaren 1800, zeg maar. Toen schaatsen ze daar volgens mij wel. Dus ergens in de ontwikkeling van het land hebben ze dat niet helemaal doorgezet. Nee. Dat vind ik toch altijd wel bijzonder van het schaatsen, dat die zo enorm populair is in Nederland. Ja, dat is. En dat hier alle toppers altijd wel vandaan komen. Klopt. Het is echt, als je het vergelijkt, het is eigenlijk wereldwijd een hele kleine sport. Ja. Maar in Nederland worden ook alle wedstrijden uitgezonden op tv. En naast het voetbal. En niet heel veel sporten waarbij dat ook gebeurt. Nee. Laatste ronde voor beide dames. En dat is dus Anna Quinn en Elia Smeding. En Smeding schaatst voorop met een ruime voorsprong. Dus hij zal hier de rit zometeen gaan winnen. Zeker met de binnenbocht voor de boeg. Kijk als hij onder de tijd komt van Kosheleva. De Russische die heeft 2:14:04 als snelste tijd geklokt. Dus even kijken waar we nu ongeveer op zitten. We zitten nu op 2:07:28. Dus daar komt ze zeker wel onder. 2:12:39. Snelste tijd tot nu toe van Elia Smeding. Ja, en de Amerikaanse rijdt 2:17:48. Ja, dan komt ze volgens mij mee op een derde tijd, gok ik. Volgens mij ook. Derde, vierde. We gaan naar de dames, Tijmen. Ja, de eerste Nederlandse. Ja, ken je haar, Sterre Jonkers? Ja, goed kennen zou ik niet zeggen, maar ik weet wie het is. En je ziet er ook vaak langskomen in TIAF. Ja, gisteren deed ze het vrij aardig op de 3 kilometer. Een tweede plek achter Esmee Visser. Dus dat is een... Zeker niet onaardig, nee. Nee, zeker niet onaardig. Esmee Visser is dan toch wel de grote favoriet op zo'n afstand. Maar een tweede plek is prima voor haar. Klopt. Nu dus op de 1500 meter. En ze heeft geen concurrentie van Esmee Visser, want die zal vanavond uitkomen op de 5 kilometer. Ja. En ze neemt het op tegen Carolina Gaseka. Ja. Uit Polen. Uit Polen, inderdaad. Ja, Sterre is volgens mij van nature ook wel wat meer een stayer. Dus die zal wat meer tijd nodig hebben om op gang te komen in principe. Dus een wat rustiger begin. Ja, precies. Je ziet ook dat ze hier achter ligt ten opzichte van de Polsen. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Ja, eerste rondetijd. Het gaat net goed op de kruising, zo te zien. Ja. Kan er net voor langs. Ja, maar zij heeft natuurlijk voorrang. De buitenbaan heeft in principe voorrang, ja. Dus die moet je voor laten gaan als ze naast elkaar rijden. Mm-hmm. Hoe zou je Sterre Jonkers omschrijven als je kijkt naar haar techniek? Ze is gewoon echt van een lange afstand. En dat zie je meestal ook wel. Die zitten wat minder diep. En maar die rijden wel, die houden zeg maar wel lekker dat ritme erin en kunnen wel lekker doorrijden. Mm-hmm. Terwijl je ziet toch dat de sprinters die verkrampen wat meer richting het einde. Maar die proberen gewoon die hoeken vast te houden en daarmee de snelheid die ze in het begin hebben gemaakt ook vast te houden. Ja, ik ben niet zo deskundig hoor. Maar als ik kijk naar tegenstand Gaseka, die zit best nog wel hoog, toch? Of ja, klopt. Ja, we gaan richting de 1100 meter, dus er begint vast ook vermoeid te raken. Maar het is inderdaad, het zou wel wat dieper kunnen zitten, ja. Ja, laatste ronde voor beide dames. Kijken of Sterre Jonkers onder die tijd kan duiken van 2:12:39 van Elia Smeding. De Britse, die heeft nu de snelste tijd geklokt op de 1500 meter bij de dames. We hebben hierna nog twee ritten met veel Nederlandse dames.
Dus gisteren hadden we een Nederlands podium. Ja, nou, hartstikke mooi om te zien. Bij de 3 kilometer. Ja, zeker hier in Amsterdam, dan is het toch mooi om te zien. Ja, kijk wie deze rit gaat winnen. Dit gaat erom spannen, hoor. Je ziet hier inderdaad dus dat de allrounder in Sterre staat op en wint ook nog de rit. Wint zeker de rit, ja. Sterre Jonkers wint de rit in de tijd van 2:09.78. 2:09.78, ze staat bovenaan. Eerste vrouw onder de 2:10. Dus we kruipen langzaam dichter naar het baanrecord van 2:06.69. 2:09.78. Ja, oh ja, want daar zitten we natuurlijk. Er komen steeds dichterbij in de buurt. 2:06.69. Geschaatst door Miranda Dekker in 2013. Als je kijkt naar sommige baanrecords, ook bij de mannen. Straks gaan we natuurlijk zien op de 1500 meter. Die is van Boris Kuzmirak uit 2008. Ja. Die staan hier toch al best wel lang dan. Ja, klopt. Ja, er worden hier niet heel vaak wedstrijden gereden van op hoog niveau, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dan blijven ze lang staan. Dan blijven ze zeker lang staan. Paulien Verhaar in de buitenbaan. Ja. Zij neemt het op tegen Yuna Onodera. Ja. De enige Japanse die hier start volgens mij vandaag. Ja. Japanners blinken ook vaak wel meer uit natuurlijk op de kortere afstanden. Ja, dat zie je toch. Hoewel ze tegenwoordig met de Nederlandse coaches daar ook wel in het allrounden toch wel leuk omhoog komen. Mm-hmm. Dus, maar het is inderdaad van nature wel een sprintland. Welke Nederlandse coach zit daar dan? Johan de Wit zit daar met geloof Dennis van der Gun. Mm-hmm. En die hebben het allrounden daar ook wel een beetje onder de aandacht gebracht. Ja. Opening trouwens hoog in de 27. Ja. Ja, dat is niet heel snel volgens mij. Maar ja, op deze baan is het natuurlijk ook lastig met de wind. Ja, dat, ja zeker wind. En wind ene moment in de rug. En andere momenten hebben ze tegen. Nu hebben ze de wind in de rug op dit rechte stuk richting de finish. Paulien Verhaar die neemt wat afstand. We kunnen zeggen dat zij oorspronkelijk uit Castricum komt. Ze komt dus uit onze provincie, uit Noord-Holland. Ja. Castricum dus. Woont nu in Enschede, 20 jaar. En ze zit bij het regionale talentencentrum Oost. Ja, ja, klopt. Wat is dat voor een ploeg? Je hebt in Nederland, vroeger had je dan Jong Oranje. Dat was voor junior A was dat zeg maar de volgende stap naar de profploegen. Maar tegenwoordig is dat niet meer. En heb je RTC's over het hele land, heb je er geloof ik 6 of zo. Mm-hmm. En dat verzamelen ze zeg maar de regionale talent en dat traint daar samen zeg maar om elkaar beter te maken. Ja, RTC, regionaal talentcentrum, en zij doet dat dus in Oost. Ze mag trouwens graag piano spelen en viool spelen. Zo, ja, okay. ja, dat soort dingen krijg je wel. Ze moet allemaal een formulier invullen en vertellen ze wat over de hobby's en studie en dergelijke. Maar ze is nu bezig aan het laatste gedeelte van haar 1500 meter. Ja. De laatste bocht. Deze rit gaat ze zeker winnen. Ruime afstand. Volgens mij is ze onderweg naar goede tijd. Hè? Ja, ruime afstand op Onodera, de Japanse. Dus even kijken wat haar eindtijd gaat worden. Ze komt nu binnen. Nou, dat is net niet sneller. Nee. 2:09.85. Dat is 600ste langzamer. Ja. Maar vooralsnog hebben we een Nederlands podium. Of tenminste, de twee Nederlandse dames die mee hebben gedaan, staan allebei op podium. Die de plekken 1 en 2. 1 dus Sterre Jonkers en 2 de Paulien Verhaar. Gaan we naar de laatste rit. Dat zijn twee Nederlandse dames. Dus het kan er alleen maar mooier op worden. Dat is Isabelle van Elst en Sanne in het Hof. We krijgen in ieder geval een Nederlandse winnaar weer vandaag. Ja. En deze twee dames, ook bekend in het... Doet het natuurlijk ook een kleine wereld, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ja, iedereen kent elkaar wel. En, de tijden zijn terug. Kijk. Hè, bij de laatste rit krijgen we dan de tijden. Hartstikke mooi. Deze dames die schaatsen allebei voor de RTC Friesland. Dus die trainen ook in Heerenveen. Dus... Ja, die kom je vaak tegen. Ja, Sanne in het Hof heeft ook een verleden bij Jumbo-Visma, bij jouw ploeg. Klopt. Ja, stageplek gehad daar 2 jaar lang, geloof ik. Mm-hmm. Kijk, dit is ook wel interessant. Je zit hier heel erg Isabel, die meer vanaf de 500.000 komt. En Sanne, die meer vanaf de 3 kilometer komt. Je ziet dus nu dat Isabel het voortouw neemt. Maar ik verwacht dat Sanne in de laatste ronde wel weer wat dichterbij zal komen. Ja, Sanne was gisteren derde op de 3 kilometer. Dus achter Sterre Jonkers en winnares Esmee Vissen. Kijken naar de tijden. Zometeen komen ze binnen. Of binnen komen ze. Is de vraag of Sanne voor langs kan kruisen straks naar de bocht. Ja.
Kijk, je ziet dat de rondetijden al niet heel veel verschillen tussen de twee. Terwijl Isabel toch in principe met meer snelheid de ronde inging. Dus ik ben benieuwd of Sam nog aan kan haken op de bagagedrager hier. Weg naar de laatste ronde. Isabelle van Elst en Sanne in het hof. En kijken of ze nog onder de tijd kunnen duiken van Sterre Jonkers van 2.09.79. Ja. Dat zal nog lastig worden, denk ik. Dat komt redelijk gelijk. Ja, je zei al van Isabelle van Elst is natuurlijk meer de sprintster. Nu de laatste binnenbocht voor Sanne in het hof. Die is wat meer van de langere afstand. Deed gisteren dus ook mee aan de 3 kilometer. Je ziet inderdaad nu dat zij onderdoor komt. Ja. Zij zal de ritwinst pakken, Sanne in het hof. En kijken of zij dan dus onder die tijd kan komen van Sterre Jonkers. Ik zal wacht het worden. Ja, denk je? Ja. Het zal inderdaad omspannen. Ja, ze redt het net. 56. Ja, ze redt het net. Ja. Het scheelt niks. Nee. Kleine 2/10. En je ziet toch dat er dan nog heel veel verschil gemaakt kan worden op die laatste ronde. Mm-hmm. Ja, dat doet ze dan goed. Komt dan toch een beetje dat lange afstand. Hoe noem je dat? Dat je meer ervaring hebt met de lange afstand. Ja, dan dat is gewoon toch die conditie die wat beter is. En die maken gewoon minder snel lactaatzuur aan. Dus dan doen de benen wat later pijn, zeg maar. Dus die kunnen makkelijker door blijven rijden. Ja. Ja. Nou, mooie prestaties voor Sanne in het hof. Zij komt uit Schalkade, dat ligt tegen Deventeraan, woont nu ook in Heerenveen. En heeft net als jij Tijmen een verleden bij, jij schaatst nog steeds voor Jumbo-Visma. Zij heeft een verleden bij Jumbo-Visma schaatsploeg. Zij wint deze afstand. Gisteren was ze derde op de 3 kilometer. Mooie prestaties van haar. Tweede is dan geworden Sterre Jonkers. Ja. In 2.09.79. En daar heel kort achter, 600ste langzamer. Dat is Paulien Verhaan met 2.09.85. Nederlands podium. Ja, opnieuw. Hupsakee. Mooi. Gebeurt allemaal hier op het WK schaatsen voor studenten in Amsterdam-Oost op de Jaap Edebaan. Wij nemen even een korte pauze, want zometeen gaan we beginnen aan de 1500 meter voor de mannen. Dat begint om... Eens even spieken. Dat begint om 2:00, dus dat is met een ruim half uurtje. Dan laten wij ons weer horen, Tijmen. Ja, nou. Vooral jij gaat dan jouw kennis delen over die 500 meter, want dat is ook jouw afstand. Dus tot zometeen.
Skate when you bring it forward. Yeah.
Gentlemen, we continue the competition in 3 minutes, so please all officials on the places. Staan, ze gaan we los. Attentie is voor onze rondeteller. We gaan over 1 minuut en 40 seconden beginnen. Blauw. We zijn weer terug vanaf de Jaap Edebaan. Welkom en leuk dat je kijkt. We gaan zo meteen beginnen aan de 1500 meter voor de mannen. En daar hebben we Jonas Valken, die wordt nu weggeschoten. Die mag het alleen gaan opnemen. Naast mij staat Tijmen Snel. Ja. Talentvolle schaatser van de Jumbo-Visma ploeg. Je gaf net ook al commentaar bij de dames. Klopt. We hebben wederom geen tijd. Nee, dat is toch wel weer jammer. Dat, Oh, er verschijnt nu een beeld. Kijk, jij vraagt erom en het wordt gelijk geleverd. Kijk, nu kunnen we ook de tussentijden meekrijgen. Opening? 25-0. Ja, dat is... ik denk voor deze baan, met deze omstandigheden, is dat niet eens onaardig. Nou ja, als we kijken naar de beste seizoenstijd van Jonas Valken. In 56-7. Ja, dat is... prima tijd in Minsk gereden, zo te zien. Dat is halverwege februari. Ja. Dus dit staat redelijk recent. Dat staat zeker redelijk recent. Dus even kijken of dat ook is niet... ja, is ook zijn beste tijd natuurlijk, zijn PR. Jonas Valken, dat is een 19-jarige student uit Estland. En dus de eerste deelnemer aan deze 1500 meter voor de mannen. We zagen net de dames 1500 meter... Volledig Nederlands podium. Ja, mooi om te zien. San in het Hof heeft de race gewonnen. Gisteren de derde plek op de 3 kilometer. Nu de winst op de 1500 meter. Gaat goed dus met de Nederlandse dames. Terwijl Jonas Valken alweer bezig is aan zijn laatste ronde. Straks komen hier ook Nederlanders in actie. Die zien we eigenlijk zo meteen al. In rit 3, in 4 en rit 5. Dat dus straks nog even het laatste gedeelte van Jonas Valken. Kijken of hij een mooie tijd kan neerzetten. Ja, het is wel. Er ligt veel water op de baan. Volgens mij een stukje meer dan bij de dames. Want je ziet het als ze over het rechte stuk rijden, zie je het alle kanten op gaan. Ja, het is inmiddels ook al 13, 14 graden hier in Amsterdam. Dus dat speelt zeker ook wel mee. De tijd van Jonas Valken, 2:22. En wat is jouw eerste reactie dan, Tijmen? Nou, als ik kijk naar zijn snelste tijd, dan scheelt dat 6 seconden. Dat is niet eens heel veel. Als ik kijk naar wat de dames boven hun beste tijd zaten, mm-hmm. dan heeft hij het gewoon goed gedaan, denk ik. Dan heeft hij het goed gedaan. Jonas Valken, dan gaan we door naar rit 2. Dat is een Zweed, Wilhelm
Ekensker en de Pool Jan Swiatek. Zij nemen tegen elkaar op in de tweede rit hier op het WK schaatsen voor studenten. Voor de eerste keer in Nederland. Het is de vijfde editie. Om de twee jaar wordt het gehouden. Vorige keer was het in Wit-Rusland in Minsk. Terwijl we een valse stad zien van... Ja, dat is altijd nog even de vraag. Ik zag het zo snel niet. Maar zo te zien de buitenbaan of de binnenbaan. De witte vlag wordt daar... Ekensker. Valse stad dus. Gisteren waren er heel veel valse stads op de 500 meter. Ja, 500 meter is een start natuurlijk een stuk meer van belang dan op de iets langere afstanden. Dus dan is het nog wel eens lastig om stil te staan. Ja, want je moet echt muisstil staan. Ja, het is, je zakt in en de starter begint pas te tellen vanaf het moment dat de schaatsers stilstaan. En dan blijf je ongeveer 2 seconden staan. Hou je dan ook je adem in even? Om echt helemaal stil te staan? Ja, ik persoonlijk doe ik dat wel. Ik zie veel schaatsers dat ook niet doen. Maar ja, dat is denk ik persoonlijke voorkeur. Maar ja, je moet echt inderdaad gewoon helemaal stilstaan. Als je toch beweegt met je bovenlichaam of je schaats, dan word je meteen afgefloten. Mm-hmm. Ook als je bijvoorbeeld met de schaats door de startlijn heen gaat, dan word je ook meteen afgefloten. Ja, eerste 300 meter, Jan Swiatek een net wat snellere opening, 25-8. Ja, net wel een stuk trager dan de eerste rit. Van Jonas Volgen. Dus kijk, je ziet hier ook de Pool met twee handen op zijn rug rijden. Dus misschien dat hij wat behoudender start heeft. Ja, maar dan moet je, we hadden het net al even kort over gehad voor degenen die nu zijn ingeschakeld. Waar zit hem daar het verschil in? Ja, je hebt tegenwoordig zie je heel veel mensen ook met twee armen op de rug 1500 meter rijden. Kijk, eigenlijk vroeger reed iedereen met één arm los. Maar ja, je ziet steeds vaker gebeuren dat mensen toch fijner, prettiger rijden met twee armen op de rug. En daarnaast is het ook nog aerodynamischer. Dus ja, dat is vooral ook persoonlijke voorkeur. Je ziet mensen die het wel doen, mensen die het niet doen. En sommigen rijden hard met en sommigen rijden harder zonder, zeg maar. Ja. Je bent zelf ook, jouw favoriete afstand is toch ook wel de 1500 meter. Je noemde het zelf al het koningsnummer. Bij de heren bezig aan de laatste ronde. Waar ben jij dan meer van handen op de rug? Of, Ja, ik rijd persoonlijk altijd met één arm los. Want ik schaats nooit zo lekker met twee armen op mijn rug. Dus ik gooi er altijd eentje los. Je gooit er altijd eentje los. Zoals deze twee ook doen. Ekensker en Swiatek. Bezig dus aan een laatste ronde. Kijken of ze onder de tijd kunnen komen van Jonas Volken. Die heeft een tijd genoteerd van 2:02. Laatste binnenbocht voor Swiatek. Die gaat de rit winnen. Ja, flink ook. Flink, ja. Gooit inderdaad nog even beide armen eruit. Je ziet hier ook wel hoe zwaar de jongens het hebben op het laatste rechte stuk. En dat kan ook te maken hebben omdat het heel zacht is dus. Ja. Maar hij duikt eronder. 2 rond 31. We gaan richting de grens van de 2 minuten. Ja. Pak eens even de tijd erbij van het baanrecord, want die was van... Boris Kuzmirak. Ja, uit 2008. Ja, 1:53.08 staat al een tijdje. Nou, dat wordt enkele lastig als ik zo even kijk naar wat deze jongens neerzetten qua tijden en die vergelijken met hun seizoenstijden. Ja. Nou, zitten wel wat seizoenstijden er behoorlijk onder, maar dat zijn natuurlijk op snellere banen. Klopt, ja. Dus je weet het nooit, het kan er zomaar aangaan. Luc Heijnen en Roel Boek. Ja. Een Nederlandse strijd in rit nummer 3. Ja, klopt. Ja, Roel Boek is, die is ook marathonrijder. Dus die rijdt ook veel marathons op het landelijke belofteniveau. Ja, dat heb ik hier ook inderdaad. Ik heb natuurlijk wat informatie over hem opgezocht. Hij heeft de overstap gemaakt van de lange baan schaatsen naar de marathon. Ja, dat zie je vaak gebeuren. Dat veel lange baan schaatsers een beetje... Hoe zeg je dat, in niemands land eindigen en dan de overstap maken naar de marathon, omdat ze dat spelletje gewoon super mooi vinden en gewoon leuk kunnen trainen daar. En dan zie je snel dat ze de overstap daar naartoe maken. Ja, Luc Heijnen die voorop schaats nu. 22 jaar is hij en hij wil aansluiten bij de nationale top. En dat hij zich kan laten zien op de grote toernooien op tv. Nou, in ieder geval bij dit toernooi kan hij zich ook laten zien op tv. En dan op de livestream van NH Spot, dus op Facebook en de site. En hij studeert op de Technische Universiteit van Delft Mechanische Techniek. Ja, dat doet hij helemaal. Hij heeft volgens mij... Want jij hebt ook je studeert nog in Delft. Ja, hij heeft volgens mij zijn bachelor afgerond aan de VU, bewegingswetenschappen. Ja, klopt. En hij wil nu een master gaan doen aan de TU, maar daarvoor moet hij dus de een of andere vakken halen om te schakelen.
Dus hij zit nu ook bij mij op de faculteit. Hij volgt nu dezelfde colleges als ik zo'n beetje. Dus ja, hij gaat ook die kant op. Hij gaat ook die kant op. Ja, daar hadden we het ook al eerder over gehad vandaag. De combinatie studeren en schaatsen. Want deze jongens die zijn ook een uur of 12. Ja, kijk, die zijn in principe trainen die eigenlijk denk ik bijna net zoveel als ik. Dus 12 tot 20 uur in de week? Ja, dat denk ik wel. En die studeren er ook nog flink naast. Dus dat is af en toe flink pittig hoor. Dat geloof ik, ja. Laatste gedeelte voor beide heren. En de winst gaat naar de marathonspecialist. Ja. Roel Boek. In de tijd van 2:51. Dat is niet de snelste tijd. Die blijft nog in handen van Jan Swiatek in de vorige rit, de Pol. Even nog één keer. We moeten ze zelf natuurlijk ook noteren. 2:01. Ja. 50. 50 voor Roel Boek. Wel in ieder geval de snelste Nederlander tot nu toe. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook deze rit gewonnen van Luc Heijnen. We gaan door naar wederom een Nederlander. Jeroen Janessen. Ja, aan de binnenkant. Ken je ook? Ik ook goed, ja. Ja, die komt uit Haarlem. Dus die komt ook hier uit de buurt origineel. Mm-hmm. Of, die woont nu ook in Heerenveen om te schaatsen. Ook een marathoner tegenwoordig. Heeft wel wat opstartproblemen gehad dit jaar. Hij brak zijn scheen mee, geloof ik. Ja, klopt. Ja, bij sprongtrainingen afgelopen zomer. Ja, dus heeft heel lang moeten revalideren. Maar desondanks heeft hij toch in de marathon mooie dingen laten zien. Richting het einde van het seizoen, ook op de Weizenzee. Oké. Okay. Jeroen Janessen dus ook wat meer richting de marathon. En hij neemt het op tegen de jongste deelnemer van alle studenten die hier aan meedoen. En dat is Daniel Gengel. Als ik het helemaal goed uitspreek, een 18-jarige Rus. Ja. Die deed volgens mij gisteren wel vrij aardig op de 500 meter, als ik me niet vergis. Ja, je ziet hier dat die Rus toch ook wel een echte Russische techniek heeft. Dat wat meer statisch rijdt op de rechte stukken. Dus echt lang op zijn benen blijft staan en dan pas afzetten. Maar lang op zijn benen blijft staan in de zin van dat hij lange slagen maakt? Ja, nou, ze maken daardoor ook lange slagen. Maar je ziet ze een soort van wachten met afzetten. Tot ze, kijk, je ziet hem een soort van neerzetten, even wachten en dan pas afzetten. Terwijl Jeroen wat meer dynamisch beweegt, zeg maar. En dat zie je in de top zie je dat ook. Het is misschien lastig te zien. Ja, als je er niet heel veel verstand van hebt. Maar je ziet toch dat er wel verschil is tussen de techniek bij de Russische schaatsers en de Nederlandse bijvoorbeeld. Ja, bij de heren naar de laatste ronde. Gengel leidt nog, maar die komt denk ik Jeroen Janessen nog onder inderdaad. Maar ja, de laatste bocht is natuurlijk weer voor de Rus. Ja. Snelste tijd nog van de Pool, Jan Swiatek met 2 rond 31. Ik denk dat de ritwinst naar de Rus gaat. Lijkt het wel op, ja. Jeroen Janus is trouwens nog wel leuk om te vertellen. Terwijl zij naar de finish gaan. Die gaat na dit WK 5 weken met zijn vader hiken in Nepal. En dan de Mount Everest op. Ik weet niet of ze helemaal naar de top toe gaan. Maar in ieder geval een gedeelte. Zo. En ze zijn binnen. Jeroen, snelste tijd voor Daniel Gengel. 1:59.81. En zelfs Janus staat nu ook op plek 2, want die is nog onder de tijd. Oh nee, die is net plek 3. Sorry, ja. Die is plek 3. Die is net niet onder de tijd van Jan Sia tegengekomen. Dat is het ook weer 1:59. 81 of 85? Ja. 81 dacht ik ook, ja. 81, ja. 81. Snelste tijd dus van Daniel Gengel, de 18-jarige Rus. Volgende rit wederom. Een Nederlander, dat is een bekende hier op de baan van. Van Amsterdam, Victor Ramblen, een beetje een kind van de club. Ja. Ook lid van Skits, de studentenvereniging voor het schaatsen, wielrennen en skileren. Ja. En hij won gisteren ook de 5 kilometer bij de heren. Dat was een mooie eerste dag voor hem. En hij neemt het op tegen David Burzikowski, een Pool. Ja. Wat weet jij allemaal van Victor? Ja, ik ken hem op zich wel redelijk goed. Dus, super aardige jongen. Die ook uit de marathon komt. Die heeft ook de overstap gemaakt naar de marathon. En rijdt volgens mij bij. Rijdt hij voor mij bij Port of Amsterdam Skits, geloof ik. Ja, Dus, die heeft ook zeker succesvol die overstap gemaakt. Die heeft toch een aantal mooie uitslagen laten zien in het A-peloton. Mm-hmm. Voor de 1500 meter is dat natuurlijk weer een compleet andere discipline dan de 5 kilometer die hij gisteren won. Zeker. Maar hij rijdt allebei de afstanden toch best goed. Ook dit seizoen
natuurlijk een paar lange baanwedstrijden gereden in het Nederlandse circuit, mm-hmm. vooral op allround gebied. En volgens mij heeft hij ook het enkel allround gereden, dus hij is niet onbekend in het lange baan schaatsen. Hij is niet onbekend in het lange baan schaatsen. We hebben trouwens nog een portret van hem gemaakt een paar dagen geleden. Eigenlijk een beetje een voorbereiding op dit WK schaatsen voor studenten. Is allemaal nog te zien. Moet je wel ietsje naar beneden scrollen op de site van NH Sport. Je kijkt dus naar een livestream van NH Sport op de site en Facebook. Laatste ronde voor Victor Ramle en David Burzikowski. Ja, de pol die is goed onderweg hoor. Die zit flink onder de snelste tijd, dus ben benieuwd wat hij neer gaat zetten. Ja, snelste tijd tot nu toe van Jan Swiatek, 2 rond 31. Kijken of die Burzikowski daaronder kan duiken, maar zo te zien gaat hem dat wel lukken met een veel snellere tijd op de 1100 meter. Victor, die komt nog wel aardig opzetten. Zeker aardig in de buurt, ja. Hè? Jeez. Dat scheelt niet zo heel veel, nee. Nou, beide, nummers 1 en 2 tot nu toe. 1:57:36 voor Burzikowski. Dan zie je toch dat Victor in de marathon ook bekend is. Die wil natuurlijk niet verliezen van zijn tegenstander. En die kan toch nog even wat extra's in die laatste ronde. Helaas redt hij dit keer net niet. Maar toch een goede race, denk ik. Zeker een goede race van Victor Ramle. Dus de winnaar van de 5 kilometer. En hij doet in totaal 5 disciplines dit WK mee. Zal denk ik vanavond ook nog wel in actie komen natuurlijk als marathonschaatser op de 10 kilometer. Dat gaan we vanavond allemaal zien. En natuurlijk ook allemaal live te zien op deze stream van NH Sport. Naar de volgende. Dat is een Wit-Rus, Bolgov, Evgeny Bolgov tegen Michael Rood. Ja, dat is onze oosterbuur, een Duitse. De beste seizoenstijden liggen niet zo heel veel... liggen dicht in de buurt van onder andere ook van Victor Ramle. Dus het zal er een beetje om gaan spannen, denk ik, als zij onder die tijd kunnen gaan duiken. Ja, dit ligt dan toch wel voor een groot gedeelte aan de vorm van de dag. En het is natuurlijk ook een lang seizoen, dat kan ik me ook voorstellen voor deze jongens. Stel dat jij dat ook hebt gehad, al veel toernooien, wedstrijden geschaatst, dan is dit eigenlijk de afsluiting. Precies, ja, je begint... Kijk, je traint allereerst natuurlijk de hele zomer om in de winter goed te zijn. En dan vanaf oktober gaan we het ijs op en komen de eerste wedstrijden om de hoek. Ja, heel even over die zomer. Dat betekent vooral wielrennen en skileren, krachttraining. Ja, wielrennen, skileren, krachttraining, sprinttraining, waar ook nog wel is. Gewoon atletiek startjes, zeg maar. Mm-hmm. Maar is dat meer ook voor jou, omdat jij ook... meer een sprinter bent? Ik bedoel, je bent van de 500.000 en 1500. Dat is inderdaad vooral voor de korte afstandrijders. En we hebben wat jongens in de ploeg die dan gespecialiseerd zijn op het allrounden, die het ook nog wel af en toe doen. Maar de echte lange afstandsspecialisten, die hoeven dat niet te doen. Die zitten vooral heel een stuk langer op de fiets, zeg maar. En dat geldt ook voor die marathonrijders. Ja. Voor degene die we later inschakelen naast mij en degene die je net hoort, dat is Tijmen Snel. En schaatst, je hebt het over jouw ploeg, voor de talentenploeg van Jumbo-Visma, het grote Jumbo-Visma. En lang seizoen dus erop zitten. Hier zag je vanaf, dat werd een beetje te veel. Ja. En je geeft vandaag het co-commentaar bij de 1500 meter van de dames en nu dus van de heren. Deze twee heren, Bolgov en Rood, zijn bezig aan het laatste gedeelte. We hebben de snelste tijd van... Burzikowski van 1:57:36. Kijk of ze daar onder komen. Nee, dat gaat net niet lukken voor Bolgov. Die zit met 1:58:64. Volgens mij komt hij daarmee op plek 3. Ja. Want Victor Ramle staat tweede met 1:57:62. Ja, je ziet dan toch dat bij de 1100 meter doorkomst die Wit-Rus nog vlak boven de snelste tijd zit. En dan toch in de laatste ronde bij meer dan een seconde verliest. Dus je moet je niet te snel rijk rekenen. Nee, dat vertelde je ook al eerder. Zeg. Een afstand waar je helemaal kapot kan gaan. En de een bouwt het op door wat sneller van start te gaan. En de ander probeert de rondetijden vooral vlak te houden. Ja, precies. Wie hebben we nu? We hebben nu Antoine Roger uit Canada. Die staat in de binnenbaan en die neemt het op tegen de Vin. Antero Escola. Ooit van deze twee schaatsers gehoord? Nou, de Canadees persoonlijk niet, maar die Finn Antero Escola, die toen ik bij de junioren WK en World Cups reed, toen reed hij ook in de ronde. Dus die naam heb ik wel eens voorbij zien komen, ja. Dat deed je toen toch ook in Finland? Het WK junior was bij mij in Finland, ja, in Helsinki. Ja, en was hij daar toen ook bij, of?
Ja, zeker. Ascona. Ja. Die heeft dan de snelste seizoenstijd van 1.50.68. Wat is jouw snelste seizoenstijd trouwens? Nou, mijn PR is 1.47.9. En dit seizoen heb ik 1.48.2 gereden, geloof ik. Dus ja, dat is mijn beste seizoenstijd. Maar er moet meer in zitten. Er moet meer in zitten. Ja, nou, je zou hier in ieder geval tot de top behoren. Met je snelste seizoenstijden en PR. Eens even kijken. Wie Ascola? Die gaat er wel... Ja, je ziet de eerste ronde van 29-4. Dat is toch wel... dat is toch wel echt heel anders dan als je op een baan als Tiof rijdt. Waar we afgelopen weekend bij de World Cup finale de eerste rondes van de echt snelle mannen toch in de 25 seconden zitten. Dan zie je toch dat is natuurlijk ten eerste dit zijn natuurlijk minder snelle schaatsers, maar er zit ook wel een heel groot verschil in de omstandigheden. Ja. Schaats je daardoor ook anders bij zulke banen, dus waar er wat meer water op het ijs ligt en waarbij je wind hebt en andere omstandigheden? Ja, het is lastig om je techniek zomaar even aan te passen natuurlijk. Maar in principe zou het wel goed zijn om hier zeker op de langere afstanden, dan kan je toch wat meer switchen. Om tegen de wind in een wat korter slagje te pakken en met de wind mee wat langere slagen te maken, zeg maar. Maar ja, dat blijft natuurlijk lastig, omdat je elke dag traint met constante omstandigheden. En dan heb je gewoon een techniek die je constant gebruikt. Ja, we zijn binnen. Ascola de snelste, maar geen snelste tijd. Wel de rit gewonnen dus. 2-1-86. En een halve seconde langzaam Antoine Rogère uit Canada. Ik zie dan die, dat valt mij dan op, hè. Ascola die doet de handen op de knieën voordat hij over de finish is. Dan denk ik, schaats nog even twee slagen door en dan kan je dat dan doen. Dan kan je dan net even weer een tiende of twee tiende sneller zijn. Ja, maar als je weet hoe je dan voelt, dan begrijp je het wel hoor. Ja, dat is echt, meestal zo'n 600 meter voor de finish kan je eigenlijk al niet meer op je benen staan. Maar ja, je moet nog wel in die hoeken blijven zitten. Het is gewoon complete verzuring. Je benen zijn helemaal verzuurd. En ik denk, je kan je daar geen voorstelling bij maken als je nooit hebt geschaatst. Maar dat is, kijk, er zijn ook weinig sporten die daarmee te vergelijken zijn. Omdat met schaatsen zit je constant in die kleine kniehoek. Ja. En daardoor is het heel statisch. En dat wekt heel veel verzuring op heel snel. En dat merk je eigenlijk in weinig andere sporten heb je dat zo erg is. Dus ja, ik kan je daar geen voorstelling bij maken hoeveel pijn dat doet en hoe graag je eigenlijk wil stoppen, zeg maar. Ja, en dan moet je toch nog even afmaken die 1500 meter. Het koningsnummer, zoals jij het omschreef, en denk door vele andere schaatsliefhebbers ook wordt dit het koningsnummer genoemd. Viktor Lobas en Alexander Podolsky, twee Russen, nemen tegen elkaar... tegen elkaar op. En Viktor Lobas is denk ik een van de oudste deelnemers aan dit WK voor studenten. Want hij is 25 jaar. Podolsky is toch 5 jaar jonger. Die is 20. Ja, die reed ook in de ronde toen ik bij de junior WK reed en zo. Toen reed dan hebben we het over? Podolsky. Podolsky. Die reed toen ook daar in de ronde. Die is 2 jaar jonger dan ik, geloof ik. Dus, toen kon hij ook al aardig doorschaten, zeg maar. En dat laat hij in ieder geval nu ook zien. Want hij gaat als eerste hier over de finish bij het begin van de laatste ronde. Kijken of hij onder de tijd kan duiken. Want die staat nog steeds op naam van David Burzikowski met 1.57.36. Ik denk dat hij het wel gaat redden. Ik denk dat hij... Hij zit in ieder geval nu, zat hij bij de... Richting een tijd van 1.55, 1.56 zal gaan. Maar zal er een baanrecord, dat zit er nog steeds niet in. Ik denk ook niet dat gaat gebeuren. Dat is toch wel een behoorlijk scherpe tijd van Boris Kuzmirak. 1.53.08, gereden in 2008. Terwijl Podolsky binnenkomt, inderdaad, is de snelste tijd tot nu toe. 1.55.86. En eens even kijken, nummer 2, Viktor Lobas. Ja, die duikt met 1/100ste onder de tijd van Burzikowski. Dus Podolsky... Die staat nu op... wat was het ook weer? 1.55.86. En dan 1.57.35 voor Lobas. De nummers 1 en 2 dus tot nu toe van de 1500 meter voor de mannen. Maar we hebben nog 2 ritten te gaan. Trouwens, die Podolsky die nu dus bovenaan staat, die was gisteren gedisqualificeerd. Omdat hij 2 keer aan de binnenkant...
Door de lijn heen ging. Door de lijn heen ging bij de bochten. Hij tikte twee keer een blokje aan en daardoor was hij gedisqualificeerd. Maar goed, nu staat hij bovenaan bij deze 1500 meter. De volgende rit, dat is dus rit 9. Ze zijn inmiddels al vertrokken. Marcin Baczanek tegen Viktor Rudenko. En Baczanek komt uit Polen. En Rudenko, dat is een wit Rus. Die hebben toch al vrij... Ja, Baczanek heeft de snelste seizoenstijden. Snelste seizoenstijd staan van het hele veld. Met 1.45.61. Ken je die ook, die Baczanek? Nee, ik heb die naam wel eens voorbij zien komen. Maar ik heb verder geen idee hoe die in de ronde rijdt. Maar hij heeft 1.45.61 als snelste seizoenstijd staan. En dat heeft hij gereden in Salt Lake City. Dus dat is wel op hoogte. Het is wel ongeveer de snelste baan, toch? Salt Lake City. Dat is wel de snelste baan ter wereld, ja. Dus, maar alsnog, met 1.45.61 moet je toch een goede 1500 in de benen hebben. Dus we gaan zien wat hij ervan gaat bakken. Ja, die heeft hij niet zo lang gereden. 16 februari 2020. Ja, dat was tijdens de weken afstanden, denk ik, in dit jaar. Kijk. Eens even kijken naar zijn tussentijden. Hij zit in ieder geval boven de tijd van Podolski. Dat wil natuurlijk niet zoveel zeggen. En het verschil is niet enorm. Je ziet wel dat hij wat, wat traag ritme te pakken heeft. Vooral in de bochten. Dat is niet altijd ideaal. De frequentie. Ja, precies. Ja, dus dat is niet ideaal op dit soort banen. Met die wind wil je toch een hoog ritme houden om die snelheid vast te houden. Lange schaatsen. Ja. Die Baczanek. Je ziet inderdaad dat hij komt nu ook wat omhoog in zijn kniehoeken. Het is ook de laatste bocht, dus dat is niet heel gek. Maar het lijkt er niet op dat hij het gaat halen, of wel? Zo ziet het er niet uit. En nu al een handje op de linkerbeen. Jawel. Hij rijdt een hele goede laatste ronde. Oh, 1.55.11. Ja. Maar hij was wel echt kapot op het einde. Ja, maar toch... dat geeft ook een vertekend beeld soms. Want hij rijdt toch echt een goede slotronde. Ja, want je zou niet zeggen dat zijn techniek heel verfijnd is. Nee, het is wel echt een werker. Maar het schaatsen is iets ongrijpbaars, zeg ik soms wel eens. Want soms zie je iemand rijden en denk je, dat ziet er niet uit. Maar dat gaat dan wel hard. Dat doen ze toch iets goed. Dat is in ieder geval de nieuwe koploper. Marcin Baczanek uit Polen. 1.55.11. Mooie tijd voor hem. We gaan naar de laatste rit. Ik weet niet of jij het al hebt meegekregen, Tijmen. Maar dit is toch misschien wel de meest bijzondere deelnemer aan het WK voor studenten. Dat is in de buitenbaan William. Of Wijlien Tij. Ja, hij heeft ook een William, dat is ook een naam. Maar ik hou het even bij Wijlien Tij. Zo noemen we hem al de hele week. Dat is Mr. Febo. Zo noemt hij zichzelf ook. Heb je het meegekregen? Ik heb het verhaal vanochtend meegekregen. Ja. Dat is toch weer een leuk verhaal. Zeker een leuk verhaal. En hij neemt het op tegen. We gaan het zo meteen even uitleggen hoor. Hij neemt het op tegen Ethan Seperen uit Amerika. Die is gisteren nog in de prijzen gevallen. Want die werd tweede op de 5 kilometer. Achter Viktor Rammelen. En nog voor de Nederlander Jeroen Janessen. Maar onze man uit het Chinese Taipei, Wijlien Tij. Die nog aardig is begonnen. Ja. Hij kruist met een grote marge over de Amerikaan heen. Ja. Maar die komt ook vanaf de 5 kilometer. Dus die kunnen we denk ik in de laatste rondes wel meer verwachten. Ja, hij doet volgens mij alles doet hij mee hier. Die Amerikaan? Nee, onze Thai. Ja, nou dat is een druk programma dan. Maar, Gisteren heeft hij de 500 meter gedaan en de 5 kilometer. En vandaag dus de 1500. Dus volgens mij komt hij vanavond ook weer op de 10 kilometer in actie. Maar noemt zich dus Mr. Febo. Hij is hier al 2 weken omdat het heel warm is in Taipei. Ongeveer 33 graden. Dus ook meer een skileraar. Ja, dat komt denk ik inderdaad uit skileren. Tenminste, weet ik niet. Maar de meeste... er zijn wel meer die uit Taipei komen. Die komen ook uit het skileren, ja. Ja. En omdat het nou dus zo warm is, was hij hier al 2 weken om hier te trainen. Gisteren de co-commentator, dat was Feiko Bierman. Die had hem al een paar keer gesignaleerd hier op de baan. En die was wel heel erg onder de indruk van zijn techniek van Tij. Ja, nou ja, je ziet wel, als ik zo kijk, zie je ook wel dat het een skileraar is. Dat zie je toch terug in zijn techniek. Dat is toch wel toch weer een andere sport dan het schaatsen. Het lijkt er heel veel op, maar de techniek is toch anders. Mm-hmm. Maar wat je vaak ziet bij die skileraars, dat ze hele goede bochten lopen. En op het rechte stuk, dan hebben ze soms een wat eigenaardiger slag. Maar je ziet ze toch in die bochten altijd wel heel goed doorversnellen. Ja, ze zijn behoorlijk afgezakt qua tijden. Ja. Komen bij lange na niet aan de tijd van Marcin Baczanek. En dat is dus de winnaar van deze 1500 meter voor de mannen.
Ik ben heel even. Ik heb niet allemaal op een rijtje wie nummers 2 en 3 zijn geworden. Ik denk dat volgens mij Podolski tweede is geworden. Podolski tweede. En Victor Lobas derde. Ja, inderdaad, dat zal het dan zo zijn. Dus Marcin Bacsianek die wint deze 1500 meter in de tijd van 1:55:11. Victor Rudenko is derde geworden, zie ik op de. Ah, oké. Okay. Ja. En dan is dus Podolski, Alexander Podolski uit Rusland, tweede in 1:55:86. En jij zegt Victor Rudenko uit Wit-Rusland heeft de bronzen plak. Al krijg je trouwens geen bronzen medailles, krijg je die soort van glazen. Oh, oké. Okay. Medailles, in ieder geval doorzichtig. Oké, okay, ja. Dat is nieuw. dat is nieuw, ja. Maar die gaan ook allemaal mee naar huis toe. In dit geval gaat de gouden... Mooie prijzen. ...plak, of de gouden glazen plak, die gaat mee naar Polen voor Marcin Bacsianek. En die huldiging die vindt trouwens allemaal redelijk snel plaats na de wedstrijd. En dan wordt er het lied gespeeld van FISU, de internationale studentensportorganisatie. Oké. Okay. Ja, zo gaat dat hier allemaal eraan toe op de Jaap Edebaan. Het zit er alweer op voor het middaggedeelte, Tijmen. Ja. Is voorbij gevlogen. Nou, zeg dat. Ja, ja, hè? Ja. Gaat toch altijd weer sneller dan je denkt. Ja. Dat gaat zeker. Dus ik wil jou bedanken, want ik weet niet wat jij vanavond gaat doen. Nou, ik ga volgens mij hier verder helpen bij de doping. Dus, Oh, bij de doping? Wat houdt er dan in? Nou, volgens mij moet ik... zeg maar degene die moeten getest worden voor de doping begeleiden naar de test, waar je moet testen, zeg maar. In de gaten houden vanaf dat ze het ijs afstappen tot het moment waar ze moeten plassen bij de doping. Want in de tussentijd mogen ze niet... Dat ze niet stiekem in de bosjes plassen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, dat moet in de gaten gehouden worden. Nou, dan hou je dus met alles bezig, normaal gesproken. Dus schaatsen, maar een middaggedeelte kookcommentaar. En dan vanavond hou je bezig met de doping. Want vanavond hebben we veel te doen en te zien. We hebben zeker. De 5 kilometer voor de dames. Die begint om 9:00. Nou, al dachten we net trouwens ook dat om 2:00 de 1500 meter begint. Maar dat kan dus wel verschillen qua tijd. Ja. Maar in ieder geval rond de klok van 9:00 dan de dames de 5 kilometer. Dan hebben we tussendoor volgens mij nog een soort van viering van Thomas Krol en Esmee Vissen. Ja, dat... Dat heb ik hier op mijn programma lijstje staan. En om 10:00 begint de 10 kilometer voor de mannen. En dat is dus het hele programma voor deze woensdag. Dus wij zien elkaar later weer. Jou tref ik buiten de baan en als kijker van deze livestream van NH Sport op Facebook en op de site. Dus tegen de klok van 9:00 keren wij terug. Leuk dat je hebt gekeken en dus tot vanavond.